Maar je kan natuurlijk ook afstand doen van je Turkse nationaliteit. Dan heb je er helemaal geen problemen meer mee. Ja, dat zou ook kunnen, ja. Maar dat is denk ik voor de meesten hier geen optie. Je hebt wel 5000 euro over voor jouw Turkse nationaliteit. Ja. Ja hoor. Geen probleem. Die Turkse trots, ja, die kost wel 5000 euro. Ja, inderdaad, maar ja, liever dat dan geen eer en geen trots. Hoe voelt het nou om dan 5000 keiharde euro's neer te leggen? Ja, is een bijdrage aan het Turkse land. Dus... En zo zie je het wel? Ja, dat is zo. Dat je probeer je zomaar jezelf een beetje te overtuigen? Een beetje overtuigen, eerlijk gezegd, ja.